twee grafieken tekenen die elkaar raken. En ik zei, Nijas, het zijn twee willekeurige grafieken zonder functie erbij. Dus ik wil het niet moeilijk doen. Grafiek F. En grafiek G. Ze hebben één punt gemeenschappelijk. Punt A. Hoe kan ik dat punt uitrekenen? Gelijk aan elkaar gelijk stellen. Met andere woorden, fx is gelijk aan gx. En nou is de vraag, raken ze elkaar ja of nee? Of snijden is het dan, hè? Raken of snijden. Het lijkt dat ze elkaar raken. Hoe kan ik uitrekenen of ze elkaar raken? Allebei die x doen. Ja, dan heb ik dat ze een punt gemeenschappelijk hebben. Raken. Daar kan ik dus een raaklijn aan tekenen. Raaklijn van G, of aan G in punt A. En de raaklijn aan punt A, of in punt A aan F. Die moeten hetzelfde zijn, inderdaad. Wat is er dan hetzelfde van die twee raaklijnen? De richtingscoëfficiënt. Hoe reken ik de richtingscoëfficiënt dan uit? Dus met andere woorden, en dat moet ook gelden, de afgeleide van f is gelijk aan de afgeleide van g. Als we dan deze twee voorwaarden voldoen, dan raken de twee grafieken elkaar in dit geval in punt A. Daar komt natuurlijk een voorbeeld van. Het voorbeeld f is 1 derde x tot de macht 3 min x kwadraat plus 5 en ik heb g is min x kwadraat plus 9x min 13. De vraag is, toon aan dat de grafieken van f en g elkaar raken en bereken de coördinaten van het raakpunt. Dames en heren, toon aan. Dat is automatisch algebraisch. Dus niet met je rekenmachine. Net zoals bewijs is altijd algebraisch. Niet met je rekenmachine. Dus ik moet het rekenkundig op gaan lossen. Nou, als ze elkaar raken, dan moet dus dit gelden, deze regel. Ik ga dus eerst van allebei de afgeleide opstellen. Nou, de afgeleide van f. X kwadraat min 2x. X kwadraat min 2x. En de afgeleide van g. Min 2x plus 9. Min 2x plus 9. Hartstikke goed. Deze regel die schrijf ik expres even over, want die zie ik altijd bij jullie ook terug. De gewone functies, de afgeleide en deze regel. Fx is gx. En f accent x is g accent x. Want deze regel ga ik letterlijk invullen. Die zit natuurlijk net weg. Wat was het? 1 derde? X tot de macht 3. Min x kwadraat. Plus 5. Is gelijk aan. Min x kwadraat. Plus 9x. Min 13. Min 13? Ja. En moet gelden. De afgeleide aan elkaar gelijk, nou die staan er wel boven, die kan ik lekker overschrijven. Is gelijk aan min 2x plus 9. Ik heb dus twee vergelijkingen. Ik ga kijken welke ik op kan lossen. 1 derde, x tot de macht 3. Deze x kwadraat gaat aan de andere kant, dat wordt plus x kwadraat. Oh, die vallen tegen elkaar weg, dat is lekker. Doe ik dat goed? Ja. Dan heb ik min 9x. Min 13 wordt plus 13 en dat is inderdaad plus 18. Is 0. Ga naar deze kant. X kwadraat laten staan. Min 2x wordt plus 2x. Oh, dat is ook makkelijk. Dat valt tegen elkaar weg. Min 9 is 0. Waarom zou je dat doen? Geduld. Geduld. Ja, nee. Kom
komt zo meteen, komt wat terug. Kan ik deze oplossen, algebraisch? Nee, hè? X tot de macht 3 en een gewone x. Gaat er niet worden. Kan ik deze oplossen? Ja. Ja. Nou, x kwadraat is gelijk aan 9. Vandaar dat iemand zei, dat hoeft niet eerst. Hè? Dat kan je zo gelijk oplossen. X is 3. Of x is min 3. Dus bij x is 3 en bij x is min 3 heb ik een gelijke richtingscoëfficiënt. Ja? Maar snijden ze elkaar op? Hebben ze dat punt ook gemeenschappelijk? Hoe kan ik dat uitrekenen? Nee? In de afgeleide normaal. Niet in de afgeleide, want dat was al afgeleide. In de normale. In deze. Gaan we kijken of die y-coördinaten ook kloppen. Nou, x is 3. Invullen. Nou, gaan we kijken of het klopt. En derde. Maal 3 tot en met 3. Min 9 keer 3. Plus 18. Is 0. 3 tot en met 3. Dat is 27. Gedeeld door 3. Dus 9. 9 min 27. Dus min 18. Min 18 plus 18. Dat is 0. Maar hoe komt het niet zo? Ik heb hem hier ingevuld. Oh, hier. Ja? Hé, hey, dat klopt. Ga ik nu die andere invullen. Wat is de rol? Zo moet je bij die formule invullen. Kijk, ik weet dat hier de richtingscoëfficiënten gelijk zijn. Nou moet ik nog wat gemeenschappelijke punt. Heb je bij x is 3 wel dat ze allebei op dezelfde y-waarde zitten? Want ze moeten elkaar ook nog op hetzelfde puntje liggen. Want als deze net daarboven zit, ja, dan kan het dan niet. Ja, dus vandaar dat ook de x en de y allebei moeten kloppen. De afgeleide moet kloppen en de x en de y. Maar zo die formule en niet de normale formule allebei hebben. Ja, die normale formule moeten we ook oplossen. Maar ja, dat was niet zo leuk. Waarom moet je het bij die invullen en niet bij de allereerste? Oh, dat kwam ook, dat maakt niet uit. Je kan hem ook bij deze invullen. Dat maakt niet uit. Ja? Nou, die klopt, hè? De andere niet. Want die andere niet? X is min 3, hè? X is min 3. Dus dan krijg ik 1 derde keer min 3 tot en met 3. Min 9 keer min 3 plus 18 is 0. Min 3 tot en met 3 is min 27. Gedeeld door 3 is min 9. Min 9 plus 27 is 18. 18 en 18, 36. Nee, klopt niet. Klopt niet. Dus wat is onze oplossing? Dus bij x is 3 heb je dat de grafieken elkaar raken. Raken de grafieken elkaar. Moest er ook nog een y-waarde bij? Dat weet ik niet. Was dat ook de vraag? Oh, je berekent de coördinaten van dit raakpunt. Hoe doe ik dat? Ja, waarin? Eén van de twee. Maakt niet uit of het bij f is of bij g. Als het maar niet in de afgeleide is. Zullen we bij g doen? Die was korter, hè? We halen er even bij. Min 3 in het kwadraat. Plus 9 keer 3. Dat hebben ze eigenlijk al gedaan. Ja. Dat is toch nul dan? Ja. Nee, want we hadden het aan elkaar gelijk gesteld en alles naar één kant gehaald. Weet je nog? 9, dat is min 9. Min 9 plus 27 is 18. 18 min 13 is 5. Dus raakpunt 3,5. Ja? We gaan het natuurlijk nog moeilijker maken. Want we gaan er een p invoeren. Kijk maar mee naar het voorbeeld op bladzijde 59.
van g, px, is p maal x. We rekenen exact de waarde van p en de coördinaten van het raakpunt. Dus weer dezelfde vraag. Ik heb dus ook weer de afgeleide nodig. De afgeleide van f is van x tot 1 van ln x 1 gedeeld door x. De afgeleide van gp, wat houden we over van px? Alleen nog maar de p. Ga ik weer diezelfde formule gebruiken. Fx is gx. En er moet gelden, de afgeleide van x is gelijk aan de afgeleide van gpx. Dan heb ik hier mijn p'tje vergeten. En dan ga ik hem invullen. Niet te ver omhoog, dat was ik al bang voor. Zo. Fx is x met lnx. Is die van g? Px. En er moet gelden de afgeleide 1 min 1 gedeeld door x is gelijk aan p. Ja, ik heb nou twee onbekende. Zou je die p dan niet invullen in die andere? Je hebt een idee, dan gaat die p invullen in die andere? Dus daar 1 min x min p. P is dit. Als ik dit nou schrijf op deze plaats, want ze zeggen al dat p dat is. Dus ga ik hem op deze plaats ook opschrijven. Nou, kijk wat er gebeurt. X min n is 1 min 1 gedeeld door x. Nou, x. Zie je, ik heb op deze p, op deze plaats, dat ingevuld. Oké, ik zal het even zeggen. Invullen. Haakjes wegwerken. X min ln x is x min 1. Want die keer die houdt nog 1 over. X kan je voor elkaar weg. X kan weg. Hé, die x vallen lekker tegen elkaar weg. Min ln x is min 1. Nou, ln x is dan 1. Wanneer is ln x gelijk aan 1? Die e is. Dus als x e is, dan hebben ze een gemeenschappelijk punt. En de raaklijn heeft dezelfde richtingscoëfficiënt. Hebben wij dat goed gedaan? X is 1, dat klopt. Maar wat was de vraag? Bereken exacte waarde van p. Ja, die heb ik nog niet. Hoe komt het nou aan p? Invullen. In dat omcirkelde dingetje. Nou, p was, even ietsje terug, 1 min 1 gedeeld door x. 1 invullen, oftewel p is 1 min 1 gedeeld door 1. Ben ik nu al klaar met de vraag? We rekenen de exacte waarde van p, dat heb ik gedaan, en de coördinaten van het raakpunt. Ik weet de x-coördinaat, hoe kom ik achter de y-coördinaat? In de gewone, f of g? Maakt niet uit. Welke was makkelijker? G. Dus dan is het f. Ja. Want dan heb je geen p. Klopt, hè? Ja. Dus bij f, e invullen. En dat was x en dan nog wat. X min ln x. Oftewel e min ln e. E ln e. Dat is 1. Dat is 1. Oftewel e min 1. Raakpunt. Is dus 1, e min 1. Oké. Okay. Net hè, was de vraag toon aan. En toen zei ik bij toon aan en bewijs is het altijd algebraisch. Nu was de vraag, bereken exact. Dat is ook algebraisch. Tweede voorbeeld, de grafieken van fx en gx, ook weer met een b, die raken elkaar. Bereken b in 2 decimalen nauwkeurig.
en 2 decimalen nauwkeurig. Ik zal zo de deur openzetten. Even geduld. Wat moet ik daar doen? Moet het exact? Nee. Moet het algebraisch? Nee. Nee. Ik begin altijd wel algebraisch en dan kijk ik waar ik niet meer verder kan. En wat doe ik dan? Met je rekenmachine. Kijk mee naar dat voorbeeld. Nou, van f en g. Ze hebben van f de afgeleide genomen, van g de afgeleide genomen. Hè? Datzelfde verhaal als wat we net hebben staan doen. Aan elkaar gelijkgesteld en dan komen ze uit op x min lnx plus 2 is p wortel x. En 2 wortel x, 1 min 1 gedeelte x tussen de haakjes is p. Dan kan je dat bij die andere in gaan vullen, maar daar word je niet vrolijk van. Dat is zo'n verhaal. Wat doe je dan? Je pakt je rekenmachine. Dat mag, want er stond niet bij toon aan, bewijs of bereken exact. Ja, waarom zou je dan je rekenmachine niet gebruiken? Niet zo moeilijk doen. I1, I2, intersect. Ja? Nou, wat hebben zij gedaan? Ze hebben de een bij de ander ingevuld. En dan krijgen ze om op te lossen x min lnx plus 2 is 2x min 2. Dat kan ik niet oplossen. Dus je rekenmachine. I1 is de linkerkant van de vergelijking. I2 is de rechterkant van de vergelijking. En daar komt dan uit voor x 2,926. Wat zijn ze hier vergeten? Tekenen van de grafiek. Alles wat je plot, teken je even na. Hoe komen ze aan die p? P is 2,25. Hoe komen ze eraan? Je hebt die gevonden x-waarde en die vul je in bij p is dat hele verhaal. Ja, het is precies hetzelfde als wat wij hebben gedaan. Alleen loop je zeg maar hier vast. Op dit plaatsje loop je dan vast. Die kan je niet meer oplossen. En dat konden wij hier nog wel. Dus voor de rest niks anders. Niet te moeilijk denken dus. Ja? Dat was de uitleg voor vandaag. Was dat anders?